Ik ga op 15 juni in Katwijk aan Zee de kippenloop lopen voor de KWF en daar probeer ik zoveel mogelijk geld voor op te halen. Ja, de kippenloop, uh, een initiatief van KWF, maar wat is de kippenloop precies? Dat is een loop waar mensen aan kunnen deelnemen en dan is het doel daarvan dat ze zoveel mogelijk geld ophalen voor de KWF, waarmee de KWF weer onderzoek gaat doen voor nieuwe medicijnen tegen kanker. Ja, je bent nog vrij jong, maar waarom zet je je zo actief in voor het KWF? In 2005 is mijn zusje overleden aan kanker en mijn opa is ook overleden aan kanker en daarom vind ik het heel belangrijk om er iets aan te gaan doen. Ja, want er is heel veel geld nodig hè, om in de strijd tegen die vreselijke ziekte. Jij hebt een sponsoractie op touw gezet. Hoeveel heb je al opgehaald inmiddels? Tot nu toe ongeveer 250 euro. Ja, in het verleden heb je ook al wat meer acties op touw gezet. Uh, in, hoeveel in totaal heb je al, uh, al mogen bij elkaar brengen voor het KWF? Tot nu toe on, uh, in totaal ongeveer 18.000 euro. En hoop je een beetje om dit jaar uh, dat bedrag nog flink op te hogen? Ja, dat wel. Want heb je misschien een bepaald bedrag in je hoofd wat je graag uh, zou willen ophalen met je actie? Nou, gewoon zo hoog mogelijk. Niet per se een bepaald doel gewoon zoveel mogelijk geld proberen op te halen. Ja, en als mensen jouw actie willen steunen, uh, um, hoe kunnen ze dat doen? Dan kunnen ze bijvoorbeeld naar de actie, uh, naar de actiepagina van de KWF gaan, actieskwf.nl. En dan kun je mijn naam opzoeken, Kiara Mikkoud, en dan kan je uh, geld overmaken. Als vader best wel trots, misschien? Ja, zeker super trots uh, dat ze dat dit jaar uh, weer gaat doen. eigenlijk. is nu twaalf uh, jaar en uh, ze doet nu eigenlijk al voor de twaalfde keer, denk ik wel, uh, wel mee. Vroeger als, uh, als baby in de kinderwagen meegegaan en uh, naarmate ze groter werd, wilde ze toch zelf iedere keer uh, verder gaan om deze actie uh, te houden. Wat er aan ten grondslag ligt, um, heeft denk ik op het gezin wel een behoorlijke impact gehad. Het heeft zeker op het gezin een behoorlijke impact gehad. Uh, ja, je eerste kindje wordt geboren. Uh, blijkt dat, uh, dat ze na uh, uh, vijf maanden dat ze uh, ziek was, uh, kanker geconstateerd, een uh, hersentumor. Ja, dan kom je in uh, heel de medische mallenmolen terecht. En uh, ja, je gaat er met heel het gezin ga je ervoor om, ja, om dat proces zo goed mogelijk te doorlopen. Maar uh, voor onze dochter Demi... Uh, heeft dat helaas niet mogen lukken en is zij, uh, toen ze bijna twee was, uh, overleden aan, uh, aan een hersentumor.